We zijn hier in het atelier van Arwin. Om maar met de deur in huis te vallen. Arwin, wat doe jij hier? Ik maak hier houten keukenaccessoires. Luxe houten keukenaccessoires. Van eigen design, eigen ontwerp. Pepermolens, snijplanken. Alles eigenlijk wat je in de keuken van hout kan vinden. Dat is bijvoorbeeld deze. Dit is een plank gemaakt van wat meer de exotische houtsoorten. Dat is Purple Heart, Afzedia, Padauk en Esdoorn. Padauk klinkt bijna tropisch. Ja, het zijn, deze drie zijn alle drie tropische houtsoorten. En die Esdoornstreep, dat is om toch ook een beetje de Nederlandse herkomst te benadrukken. Dat is echt Nederlands Esdoorn. Maar dat ziet er prachtig uit. En hoeveel kost zoiets nou voor een normale schobbejak als ik? De kaasplanken die zijn €35 en de broodplanken die zijn €45. Nou, dat lijkt toch eigenlijk wel schappelijk nog. Ja, voor een topkwaliteit product is dat absoluut een redelijke prijs. Om hout gaat het om die houtlijm die dood gewoon hartstikke vast moet zitten. Ja, een goede lijmnaad, als die goed vlak gelijmd is en goed geklemd is, dan is die sterker dan het hout. Dit is wat men echt noemt duurzaamheid. Ja, absoluut. En ik heb ook, kijk, dat is misschien wel interessant. Deze lijn, dat zijn planken die 100% Nederlands hout bevatten. De scheepvaart is een van de meest vervuilende industrieën die er is. Dus ik probeer mensen ook echt enthousiast te maken voor lokaal hout. Want lokaal hout is veel duurzamer, het groeit hier. En u heeft gezien, hier zijn ze net alle bomen aan het rooien geweest. Een aantal van die bomen die gaan dadelijk naar de stadswerf. Nou, daar komt mooi hout vandaan. En dat komt dan uiteindelijk weer in een plank terecht. Wiske zit ook op de creatieve werkplaats, maar hoe creatief is Wiske? Wat doet Wiske? Ik ben tekenaar en ik ben zeefdrukker. Wat is je achtergrond? Heb je een kunstzinnige achtergrond? Want het lijkt me niet dat je een kantoorbaan hiervoor had. Nee, dat klopt. Gewoon de kunstacademie in Utrecht. En dan de richting autonoom. Dus zelfstandig kunstenaar word je dan. Maar eigenlijk was je sculptuur aan het maken, maar je hart ging op een gegeven moment wel naar dit tekenwerk uit. Want dat deed je altijd. Ja, klopt. Als klein meisje zat ik al altijd te tekenen. En nou, dat is gewoon mijn basis eigenlijk. Hier zijn een aantal voorbeelden van mijn kaarten. En dan heb ik allerlei kleuren, doe ik ze. Zeg maar met papier. En ik heb hier ook een poster. Stadsmannen. Ik ben hier nu een jaar. En heb ik een hele mooie collectie. En ik moest ook het zeefdrukken zelf, dat heb ik ook niet geleerd op de kunstacademie. Ik heb wat cursussen gevolgd en toen grootste deel mezelf aangeleerd eigenlijk. Maar je ontwikkelt jezelf toch steeds eigenlijk dan? Precies, ja. Dus dat moest ik goed onder de knie krijgen. Want ik vind de kwaliteit namelijk heel belangrijk, dat goed zit. En daar heb je ook een boterham mee kunnen verdienen? Nou ja, het begint te komen. Maar je hebt ook ondernemerschap in je en dat is weer iets wat je nodig hebt. Zowel ondernemerschap als kunstenaarschap. Ik denk dat je het gewoon doodgewoon redt in deze wereld, oké? Ik ga mijn best doen, ja.